Yes. Appie, vandaag een 4-1 zege op Jong Sparta. Dat is een uitstekend vervolg op de overwinning bij Katwijk. Tuurlijk, om in de race te blijven met Katwijk moeten we winnen. En dat hebben we vandaag ook gedaan. 4-1 uitslag is best mooi. Ja, dat ging misschien iets makkelijker dan je dacht. Ja, we waren bij Vlaag best wel goed. Er waren ook wat slordige momenten, maar uiteindelijk hebben we best goed de wedstrijd volgedracht. En ja, 4-1 is toch best wel een mooie uitslag. Wat je zegt, aan het begin van de wedstrijd kreeg Jong Sparta misschien wat kansen, maar na de 1-0 is de overwinning amper in gevaar geweest. Klopt, ze zijn niet heel gevaarlijk geworden na de 1-0. Er komt een goed verdedigen van ons. En ja, het spel was ook best wel goed in de tweede gedeelte van de eerste helft. En, ja. Twee goals voor jou vandaag, waarvan eentje de vrije trap. Is dat iets nieuws voor jou? Nee, dat is niet nieuw. Ja, ik heb de eerste keer dat ik in een competitiewedstrijd zo'n vrije trap scoor hier bij Kozakke Boys. Maar ja, ik heb wel vaker gedaan hoor. Ja, de laatste tijd op de training nog even geoefend? Zeker. Dat is de sleutel naar het succes. Hè? Ja, we lezen op internet af en toe wat geruchten over jou, over een eventuele overstap naar betaald voetbal. Wat is je toekomst? Ik weet nog niet, ik kan nog niet concreet zeggen wat mijn toekomst is. Ik heb nog een contract tot eind van dit seizoen. En ja, ik wil natuurlijk prof worden, dat is mijn insteek. Maar ja, ik hoop, er moet ook wat concreets komen en een goede stap, hoop ik. En tot die tijd mooie dingen laten zien bij Kozakke Boys. Inderdaad, zeker weten.